Dit jaar staat in het teken van verbinding. Meer dan ooit is het belangrijk om in gesprek te gaan en vooral te luisteren naar elkaar. Als burgemeester ga ik op zoek naar verschillende verhalen van mensen die het verschil maken in mijn Rijstad. Klaas, of Klaas Haan moet ik zeggen hier. Welkom dat je ook bij mij een keer op het bankje wilde zitten. We hebben ook een speciale reden nu vanwege het 15-jarig bestaan van HeartSafe Veghel. Maar er is heel wat gebeurd de afgelopen jaren op dat terrein, daar zullen we het dadelijk over hebben. Maar misschien eerst eens, wie is Klaas Haan? Klaas Haan is een getrouwde man van 71. 1 dochter, 2 kleinzoons. En voordat ik aan Veghel HeartSafe begon, was ik vicevoorzitter 9 jaar van een landelijke organisatie. EHBO-docenten. En toen dat op een natuurlijk moment die functie kon verlaten, toen ben ik voor Veghel gaan denken. En initiatief genomen om Stichting Veghel HeartSafe op te richten. En waarom toen de oprichting van HeartSafe? Ik heb de opkomst van de AED, de automatische externe defibrillator, die heb ik meegemaakt vanuit mijn vorige functie. Ik ben 30 jaar heb ik gewerkt bij een grote coöperatieve bank. En daar heb ik de AED's voor Nederlandse kantoren opgezet. En later in samenwerking met de Arbo-dienst ook voor de lokale banken. En van daaruit als hoofd bedrijfshulpverlening veel voorlichting gegeven, veel lessen gegeven, instructies gegeven. En van daaruit kwam ook iets doen voor de maatschappij. Toen het kwam tot die oprichting van HeartSafe Veghel, hoe trof je toen Veghel aan wat betreft AED's, de opleiding, de mensen die bekwaam zijn om AED's te bedienen? Helemaal niks. Helemaal niks? Nee. 15 jaar geleden stond de AED eigenlijk aan het begin van zijn carrière, laat ik het zo maar even noemen. Er waren heel veel mensen, particulieren, verenigingen, sportverenigingen die een AED wilden. En wij kwamen altijd met de boodschap van, als je die nou aan de buitenkant van je pand hangt en je hangt daar in een elektrische kast of in een kast die elektrisch verbonden is met het warm houden van de accu en dat soort zaken, dan ging er meestal wel overstag. En wat wij deden, in tegenstelling tot alle andere organisaties, wij maakten die AED's eigendom van ons. Ja. Ik heb een logistieke groep met 2 bestuursleden en 10 mensen die 3 keer per jaar langs de AED's gaan. In de toekomst gaat dat allemaal via wifi en de techniek die vooruit gaat om het op die manier te beheersen. Maar dat was de boodschap en daar gingen veel mensen mee overstag om die aan ons over te dragen. Ja. Klaas, nu naar de dag van vandaag, naar 2021. Waar staan we nu met HeartSafe in Mijn Rijstad? Nou, dat heeft een geweldige ontwikkeling doorgemaakt. We zijn eigenlijk begonnen, als ik even terug mag gaan, naar 2019. De fusie hing in de lucht. Ja. Er moesten harmoniseringsgesprekken komen met Sint-Oedenrode, Schijndel en Veghel. En toen zijn we met een opgerichte AED-werkgroep met de gemeente samen, met de wethouder Rick Campagne, samen met een vertegenwoordiging van de dorps- en wijkraden uit 3 voormalige gemeentes en Roy HeartSafe, het samen met Veghel HeartSafe opgerichte Schijndel HeartSafe, hebben wij in 1,5 jaar tijd een beleidsstuk opgezet waarin de subsidie die in december 2020 is goedgekeurd. En dat betekent eigenlijk na 2 jaar evalueren dat wij een duurzame subsidie hebben gerealiseerd. Maar hoe zitten we met de AED's en met de dekking in Mijn Rijstad en met de mensen die opgeleid zijn om ze te bedienen? De voorwaarde voor dat AED-beleidstuk en subsidie te verkrijgen was het voldoen aan een aantal voorwaarden. Een van de voorwaarden was dat de AED 24 uur beschikbaar moest zijn. Tweede voorwaarde was in een kast in de buitenlucht. Een van de andere voorwaarden was dat ze moesten voldoen aan de 6-minuten-zone van de Hartstichting. Ja. Ja. En de Hartstichting en Hartslag Nu, daar kom ik zo dadelijk nog even op terug, die 6-minuten-zone hebben wij alle AED's die daar binnen passen, die krijgen dan die subsidie. Alle andere AED's die voldoen daar niet aan en die mogen wel blijven hangen, omdat de mensen, de organisaties die willen hebben,
heel vaak toch wel veilig vinden dat ze een AED hebben. Tuurlijk, je kunt er beter misschien een paar meer hebben Precies. dan een paar te weinig. Maar hebben we nog plekken waar er geen hangen, waar er nog moeten komen? Nee, wij zijn op dit moment zover dat, ik spreek even voor Veghel, dat wij de 6-minuten-zone op 2 of 3 plaatsen inmiddels hebben voorzien van een AED. Maar wij ook als bestuur hebben gekeken naar die 6-minuten-zones en daar alle AED's in een straal van 500 meter in de kernen een AED hebben hangen. En in de buitengebieden in een straal van 1250 meter een AED hebben hangen die voldoen aan die 6-minuten-zone. Dus als ik het vertaal, dan is eigenlijk het verhaal voor Veghel in ieder geval dat het gebiedsdekkend is ingevuld. Ja. En geldt dat ook voor heel Meijerijstad of liggen daar nog uitdagingen? Ja, ik denk dat Sint-Doederode ook ongeveer op hetzelfde niveau zit. Schijndel, die was nog niet opgericht. Die hebben we samen opgericht en ja, die moesten nog beginnen. En er hingen wel best veel AED's, alleen niet gestructureerd. Ja, ja. Want het kan best zijn dat in 100 meter verderop ook een AED hangt. En dan is het niet een 6-minuten-zone met een cirkel van 500 meter. Klaas Haan, dankjewel voor dit gesprek. En ja, hoop dat die inspiratie die jij hebt laten zien in dit werk, dat die ook doorwerkt naar anderen. Dus dankjewel. Ik denk dat ik u moet bedanken, burgemeester. Want u geeft mij de gelegenheid om op dit bankje mijn verhaal te mogen doen. En uiteindelijk is het ten goede van de maatschappij en daar dank ik u voor.